Welkom in de bibliotheek Rijnerveene. Fijn dat jullie allemaal aanwezig zijn. We hebben vandaag een webinar over het maakonderwijs. Dat wordt vanuit Park Villa georganiseerd dankzij de CMK-subsidie. Wat gericht is op cultuureducatie met kwaliteit. We zijn vandaag in de bibliotheek Rijnerveene omdat wij ons aanbod medialessen en maakonderwijs aan jullie willen presenteren. Dat doen we in de vorm van het aanbod, maar we hebben ook twee hele leuke keynote speakers. Dat zijn Tim Post en Denise Bontje. In ons aanbod nemen we jullie graag mee in de workshops die we vanaf het najaar 2022 gaan aanbieden voor docenten in het basisonderwijs. We wensen jullie veel plezier en voor meer vragen en informatie verwijzen we jullie graag naar onze website. Ik ben Fatima Koten. Ik werk als medewerker onderwijs bij Park Villa. En ik wilde kort iets vertellen over CMK. We zijn pen voor de CMK. En CMK staat voor cultuureducatie met kwaliteit. En de overheid financiert dat project omdat we heel graag willen dat scholen meer samenwerken met culturele instellingen. Culturele instellingen onderling meer samenwerken. En ook om de deskundigheid van leerkrachten te bevorderen. En hoe we dat doen is vooral door CMK trajecten aan te bieden. Dus stel je bent niet zo heel erg goed zelf in het geven van muzieklessen. Dan kan een vakdocent in de klas komen. En die kan dan ondersteunen bij het geven van muzieklessen. Bijvoorbeeld, misschien wil je wel energizers tussendoor doen op het gebied van muziek. Dus dan leer je meer hoe je die kunt inzetten. Misschien wil je wel meer doen met de muziekinstrumenten op school waar je nooit gebruik van maakt. En op die manier kun je als leerkracht ondersteund worden om meer met muziek te doen bijvoorbeeld. En bij beeldend kun je bijvoorbeeld ook denken aan vakintegratie. Dat je niet per se op vrijdag een Pinterestje snel ergens vandaan moet halen om te knutselen. Maar dat je bijvoorbeeld kunt aansluiten bij de wereldoriëntatielessen die er al zijn. Dus je hebt het over camouflage, ontwerp een nieuw camouflagedier, watersnood, ga een huis op palen ontwikkelen. Allemaal van dat soort dingen kunnen daar gebruik van worden gemaakt. En op het gebied van maakkunde is er natuurlijk ook veel mogelijk. Bij de bibliotheek is er al veel te doen. En we kunnen ook in samenwerking, kunnen we ook op school de leerkrachten helpen met meer op het gebied van maakkunde te kunnen doen. Op het gebied van techniek. Het is vaak wel handig om te weten wat een leerkracht graag wil. Wat wil je leren? Wat wil je in de klas hebben? En kunnen op die manier kijken of we op maat iets kunnen realiseren voor jullie. De CMK is een project uit de overheid. En Park Villa is penvoerder. Dus als scholen mee willen doen aan CMK, dan kunnen ze dat via hun ICC'er doen. Of via de directeur. Of ook als leerkracht zelf kun je contact opnemen met Park Villa. Dus je kunt even bellen, je kunt een mail sturen naar educatie@parkvilla.nl en op die manier aan meer informatie komen. We hebben ook op de website informatie staan over CMK. Maar het is gewoon ook handig om even een mailtje te sturen en precies te vragen wat je graag wil weten. Op het gebied van drama is er ook veel mogelijk. Je kunt dus als leerkracht leren hoe je meer drama kunt integreren gewoon in je eigen lessen. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen hoe je je sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen kan ondersteunen door dramalessen. Dus ook vaak bij de vormingfase aan het begin van het schooljaar kan dat worden ingezet om de groep gewoon sneller een hechte groep te laten worden. Op het gebied van dans is natuurlijk ook gewoon weer mogelijk om meer te leren over hoe je zelf goede danslessen geeft als leerkracht. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan taal- en rekendans, hoe je inderdaad rekenen of je woordenschat bijvoorbeeld bij kleuters kunt aanbieden door het middel van beweging, door middel van dans. Dus dat zijn ook mogelijkheden. En ook literatuur, als je als school bijvoorbeeld meer wil met op het gebied van literatuur of dichten, is het ook mogelijk om daar een traject op te krijgen. En dat kunnen we samen met de bibliotheek ontwikkelen. Wat voor kosten zijn er aan verbonden? Er zijn geen kosten aan verbonden. Deze webinar bieden we vanuit Park Villa CMK samen aan met de bibliotheek. Om jullie gewoon wat meer te inspireren en meer te leren over maakonderwijs. En ook daarbij een klein beetje met de mogelijkheden van CMK. Waar dit dus ook een onderdeel van is. En op dit moment samen doen met de bibliotheek. En waar we nog meer mogelijkheden hebben om samen te werken.
Hallo, ik ben Tim Post. Welkom bij deze keynote, vooropgenomen keynote, deze video, over de integratie van wetenschap en technologieonderwijs met cultuureducatie. Omdat dat een hele mooie integratie is die heel veel potentie heeft om eigenlijk onze leerlingen, onze kinderen klaar te stomen voor de toekomst. En in deze keynote van ongeveer 20 minuten wil ik heel graag allerlei wetenschappelijke kennis met je delen om te onderbouwen hoe we die integratie het beste kunnen realiseren. Ik ben Tim Post, ik kom van de Universiteit Twente vandaan, heb daar onderzoek verricht naar hoe we basisscholen het beste kunnen helpen om WNT-onderwijs op een duurzame en effectieve manier te integreren. En met die kennis onder de arm ben ik nu een onderwijsadviseur, onderwijsontwikkelaar en help ik allerlei schoolkoepels, scholen in het land om WNT-onderwijs een mooie structurele plek te geven in het lesprogramma. Dus die kennis deel ik in deze video heel graag met je. Hierbij pleidooi voor onderwijs voor morgen, waarbij talentontwikkeling wat mij betreft vooraan staat. En de combinatie van WNT-onderwijs en cultuureducatie erin echt een heel belangrijk speerpunt vormt. Dus ik probeer al interactief hier met een aantal knoppen hier op mijn toetsenbord te zorgen dat ik je alsnog via deze opgenomen video je die kennis kan bijbrengen. Goed, ik begin eerst eventjes met een hele centrale vraag. Ik begin even heel algemeen en dat maak ik steeds concreter, dat beloof ik je, tot uiteindelijk praktijkvoorbeelden die je wat mij betreft de volgende dag al zou kunnen inzetten op school of op welke andere maakplaats of onderwijsplaats dan ook, waar WNT-onderwijs een rol speelt en waar de verbinding met cultuur gelegd kan worden. Dus ik begin even algemeen. Waartoe dient school eigenlijk? Een hele algemene vraag, maar eentje die heel kernachtig is en eigenlijk overal in het land nu een beetje naar boven komt. Een vraag die heel erg inspeelt op wat voor scholieren we eigenlijk aan het einde van de rit zouden willen produceren, ontwikkelen. Scholieren die toekomstbestendig zijn en een belangrijke rol kunnen vervullen in onze maatschappelijke ontwikkeling. En daar gaat heel veel onderzoek momenteel naar uit. Het gaat eigenlijk weer terug naar de hamvraag van waartoe dient onderwijs? En als we kijken op de Universiteit Twente en ik kijk daar naar wat voor voorbeelden je daar kan vinden van brochures die overal op de campus liggen. Nou, dan zijn dit een aantal brochures die je dan tegenkomt met een aantal hele fancy headlines, maar die wel verklappen wat de kenmerken, de kwaliteiten zouden kunnen zijn. In ieder geval van onze studenten die we willen afleveren nadat ze hun diploma op de universiteit hebben gehaald. Bijvoorbeeld, je ziet linksboven staan dat de combinatie tussen technologie en maatschappij, technology and society, heel belangrijk is, steeds belangrijker wordt. Niet alleen maar iets weten van technologie, bijvoorbeeld van computers, maar vooral wat de impact is van die computerontwikkeling op de maatschappelijke ontwikkeling. Dus alle opleidingen hebben een heel sterk, steeds sterker maatschappelijk karakter. Een universiteit waar we studenten ontwikkelen die ook boundary crossers zijn in het oranje links. Niet boundary crossers in de letterlijke zin dat we ze een openbaar vervoerskaart geven en dat ze allerlei landen doorkrossen met de trein of met het vliegtuig, voor zover dat het straks weer kan binnen de maatregelen. Maar boundary crossers vaak op hun vakgebied. Dus dat we studenten afleveren die niet alleen maar heel veel weten van wiskunde of alleen maar heel veel weten van natuurkunde, maar over de hekken van hun eigen vakgebied durven te kijken om juist dwarsverbindingen te leggen. De combinatie van wiskunde en geschiedenis. Of noem een aantal thema's die momenteel spelen in de maatschappij waarin de combinatie van vakgebieden steeds belangrijker wordt. Dat vragen we steeds meer van onze studenten, omdat de maatschappij meer vraagt om dat soort van competenties. Change engineers vind ik zo'n mooie beneden. We willen niet alleen maar studenten afleveren die met verandering om kunnen gaan. Verandering in een bedrijf of verandering in de maatschappij. Maar we willen zelfs dat die studenten aanjagers zijn van verandering. Change kunnen engineeren. Nou, wat voor kwaliteiten vraagt dat van een leerling? Wat voor soort van competenties? Wat voor kennis? Nogmaals, deze brochures verklappen een beetje wat voor kwaliteit we, in ieder geval als je kijkt naar het wetenschappelijk onderwijs, wat voor kwaliteit we van studenten verlangen en die we heel hard proberen te ontwikkelen. Maar de echte vraag is dan natuurlijk, hoe vertaalt zich dat naar het basisonderwijs? Hoe vroeg moeten we hier al mee beginnen? Nou, heel vroeg blijkt uit onderzoek. Hoe vroeger, hoe beter. Nou, dat betekent niet dat we kinderen al meteen met chips moeten laten werken en allerlei moeilijke technologieën moeten laten beheersen. Maar het betekent wel dat we kinderen alvast een vermogen willen geven
een houding, een mindset, een drive om überhaupt nieuwsgierig te willen onderzoeken en ontwerpen. En we zien dat kinderen tot aan het 12e levensjaar eigenlijk bijzonder sensitief zijn, rijp zijn om dat soort beeldvorming, zelfbeelden, dat soort van motivaties, dat soort van houdingsaspecten bij henzelf te ontwikkelen. Tot die 12e levensjaar zijn kinderen daar bijzonder sensitief voor. En als je te laat wacht met dat soort van onderwijs, je begint pas na hun 12e levensjaar, dan ben je ontwikkelingspsychologisch eigenlijk net te laat. Dan is het nog heel moeilijk om daarin grote, significante groeisprongen te bewerken bij leerlingen. Dus we moeten vroeg beginnen met het onderwijs voor morgen. En wat zijn dan kreten die naar boven komen? Dat soort van onderwijsontwikkeling gaat onder de vlag van 21st Century Education, is je vast wel bekend. 21ste eeuwse vaardigheden, wetenschap en technologie, onderwijs, talentontwikkeling. Nou, wat mij betreft en met mijn collega's vinden we eigenlijk dat al deze vlaggen, al deze speerpunten eigenlijk allemaal een beetje buzzwoorden zijn. Want eigenlijk gaan al deze ontwikkelingen, al deze verschillende speerpunten eigenlijk allemaal in wezen om hetzelfde. Wat we eigenlijk proberen te doen is kinderen, jongeren een vermogen te geven, een capaciteit om in ieder geval te kunnen functioneren in de maatschappij, een baan te kunnen beoefenen, maar ook tot bloei te komen. En het woordje vermogen daarin is heel belangrijk en is ook een verrijking, vind ik, ten opzichte van misschien eerdere onderwijsdoelen, waarin het alleen maar zou gaan om kennis en vaardigheden die we willen bijspijkeren bij leerlingen, gaat het nu veel meer om een vermogen. En misschien proef je al wel intuïtief dat dat vermogen iets ruimer en breder is, wat rijker is dan alleen maar kennis en vaardigheden hebben. Nou, daar wil ik het wat meer over gaan hebben, ook in deze keynote. Eigenlijk als een basis van waaruit we, denk ik, WNT-onderwijs en cultuureducatie beter kunnen begrijpen en ook de vermenging daarvan. Dat vermogen is erg interessant. Nou, dat kun je een beetje zo voorstellen als dit plaatje. Eigenlijk zijn die basiskennis en vaardigheden, zoals rekenen en taalvaardigheid, zijn superbelangrijk. Daarom heet het ook basisvaardigheden. Het is essentieel dat elke leerling over die basis beschikt aan het einde van in ieder geval de basisschool, omdat het echt denkgereedschappen zijn. Die staan in de kern van ons onderwijs. Dat is helemaal oké. Maar met alleen maar die basis zien we dat kinderen niet echt helemaal capabel zijn, klaar zijn, adaptief zijn, klaargestoomd zijn om in de maatschappij tot bloei te komen en echt te kunnen functioneren. Eigenlijk zou je een soort van schil kunnen voorstellen rondom die set van basiskennis en vaardigheden dat je onderzoekend en ontwerpend leren zou kunnen noemen, vaardigheden en kennis die daarbij horen, die evengoed, wat mij betreft, net zo belangrijk zijn als die basiskennis en vaardigheden. Die ook heel erg voorspellend zijn voor in hoeverre een leerling doorzet. Of nadat het valt, omdat het faalt voor een vak of faalt voor een beroep of faalt in het leven, het vermogen heeft om weer op te staan met zelfvertrouwen en het opnieuw te proberen. Dat soort van kwaliteiten zijn super belangrijk. Even goed, misschien nog wel meer belangrijk dan dan of je kunt vermenigvuldigen. Dus er is een rijker palet aan vaardigheden, aan kwaliteiten, moet ik eigenlijk zeggen, die we bij leerlingen in ons reguliere onderwijs willen stimuleren. En dit is een plaat, een kader, een raamwerk, wat is ontwikkeld door Juliette Walmen van der Molen bij het Science Education and Talent Development Center aan de Universiteit Twente, waar ik ook mijn promotieonderzoek heb mogen doen. Wat probeert om inzicht, jullie inzicht, onderzoekers, allerlei onderwijskundigen inzicht te geven in wat dan precies die kwaliteiten zijn die we dan naast die basiskennis en vaardigheden bij leerlingen zouden moeten stimuleren. Daarin zie je al meteen in dit plaatje wellicht dat het dan niet alleen maar om denkvaardigheden gaat, de blauwe segmenten in het plaatje, maar ook zeker om houdingsaspecten bij leerling. Die niet zozeer een bijproduct, die niet alleen maar een bijproduct zijn van onze reguliere vorm van onderwijs, maar eigenlijk als doel gesteld moeten worden. Dus we willen in het onderwijs ook echt zorgen dat die houdingsaspecten ontwikkeld en gestimuleerd worden bij leerlingen. Maar ook hun zelfbeeld, de gele parten in dit kader. En hun motivaties om überhaupt iets te willen leren of te willen kunnen. Om daar heel expliciet aandacht aan te besteden in de talentontwikkeling van onze leerlingen. In dat opzicht probeert dit kader te laten zien dat we verder moeten kijken dan alleen maar die kennis en vaardigheden, maar meer naar een soort vermogen, oriëntatie, een vermogen, benadering van onderwijs. En op de achtergrond zie je een beetje de schijf van 5 of schijf van 6, de analogie eigenlijk met voeding. Want zo denken wij eigenlijk ook op de universiteit over talentontwikkeling. Dus dat je kinderen of mensen niet alleen maar brood en water wil geven om
een sterk lichaam te hebben. Zo kun je eigenlijk ook denken over talentontwikkeling. Hè? Met alleen maar brood en water en met alleen maar kennis en vaardigheden. Ja, je overleeft wel in de maatschappij. Maar het is ook wel gezond om wat fruit te krijgen en wat tarwe en wat melk. Zo denkt dit kader, dit talentenvoeden kader er ook over. We moeten eigenlijk kinderen gedurende de dag voeden met allerlei soorten dimensies van leren eigenlijk. Denkvaardigheden, houdingsaspecten, zelfbeelden en motivaties. Dat vinden we heel erg belangrijk. En wat betekent dat dan, didactisch gezien? Dus stel je neemt dit kader even als uitgangspunt en je gaat kijken naar wat betekent dat nou voor in de klas of bij mijn maakplaats of in de bibliotheek of waar dan ook waar we dit soort onderwijs willen gaan organiseren. Nou, dan betekent dat eigenlijk dat je het hebt over een plaatje zoals dit. Dit is een poging om een samenvatting te maken van al die literatuur, wetenschappelijk, die gaat over onderzoekend en ontwerpend leren. Wat mij betreft kun je eigenlijk het vereenvoudigen tot dit plaatje. Wat we eigenlijk bij kinderen willen doen, is dat we willen stimuleren dat ze enerzijds verdiepend nadenken, dat is de verticale as, maar ook leren verkennend te leren, om zeg maar grensdoorbrekend, vakdoorbrekend te leren. Niet alleen maar heel veel te leren van bijvoorbeeld wiskunde, maar ook de combinatie van wiskunde met aardrijkskunde bijvoorbeeld. He? Nou, als je die twee assen tegenover elkaar zet, zoals je in dat plaatje hier ziet, dan kun je een soort van typologie voorstellen, een soort van inkadering voorstellen, van soorten leren, soorten van stimulatie bij kinderen om tot talentontwikkeling te komen. Als je helemaal niet verdiepend leert en helemaal niet verkennend leert, ja, dan kom je dus helemaal bij de stam van dit kader uit, bij automatiseren, waarin kinderen dus in feite dan alleen maar nadoen wat de juf of meester hen demonstreert. Overigens een hele belangrijke vorm van leren. Als je het hebt over rekenen en taal, dan is het automatiseren van reken- en taalvaardigheden superbelangrijk, super effectief. Het staat als een paal boven water dat aan de basis moet liggen. Maar als het alleen maar daarbij blijft en we maken van kinderen alleen maar robotjes die de technieken nadoen van de juf of meester, ja, dan ontsluiten we ze eigenlijk van een heel ander groot palet van leren, van groei, van talentontwikkeling, die eigenlijk even goed belangrijk is, hè, voor hun toekomst. Dus als je zowel verkennend leert als verdiepend leert als leerling, ja, nou, dan zou je kunnen zeggen, dan zit je helemaal rechtsboven in het kader, dan ben je aan het ontdekken, ontdekkend, onderzoekend leren. En dat is ook een hele belangrijke vorm van leren, waar leerlingen sterk van worden. Nou, als je dat soort van didactiek, dat soort van onderwijs bedrijft, dan is het ook wel handig om het even te hebben over de onderzoekscyclus. De onderzoek- en ontwerpcyclus die je vast wel kent. Hè? Een soort cyclus waar kinderen doorheen kunnen gaan om te komen tot een ontwerpoplossing of een onderzoeksresultaat. Dus ik heb hier eventjes een cyclus even gepakt. Zeg maar 7 stapjes. Die zou kunnen beginnen met een verwondering en een vraag en een idee. En uiteindelijk kom je tot een conclusie. Hè? Laten we dat even pakken. Nou, wat je vaak ziet bij heel veel onderwijs, ook heel veel lesmiddelen die worden ontwikkeld, is dat eigenlijk de eerste 3 stappen van die cyclus al vaak worden voorgekauwd aan leerlingen. Dus de opdracht, de werkelijke leeractiviteit voor leerlingen, vindt vaak pas plaats bij stapje 4. Dus ze krijgen al een verwondering mee in de vorm van een video. Dan krijgen ze al een onderzoeksvraag of een opdracht van de juf of meester mee, met alvast een soort van oplossingsrichting. En vervolgens is het aan de leerling om dan tot de oplossing te komen. En je kan je voorstellen dat ze daarmee eigenlijk niet echt heel veel eigenaarschap hebben over het soort van onderzoek wat ze doen of het ontwerp dat ze gaan maken. En die vraag is nou juist eigenlijk net de kiem, die verwondering is nou juist net de kiem, de kern van wat leren nou betekenisvol maakt. En in potentie heel veel diepgaander dan wanneer we al die stappen al voorkouwen aan ze. Nou, om dat wat meer toe te lichten, is deze plaat wel interessant. 2 varianten van, nou, laten we zeggen, toetsvragen. In dit geval over het onderwerp kikkers. Maakt even niet uit wat voor een onderwerp het is. We pakken even kikkers als onderwerp. Kijk nog maar even naar variant 1 van toetsvragen. Dat zijn de soort van toetsvragen waar ik mee opgegroeid ben. Misschien ook wel vragen die je nog steeds in je eigen lesmethodes of onderwijsmaterialen tegenkomt. Hele platte Wikipedia-vragen zou je kunnen zeggen. Dus een toetsvraag als, nou, wanneer kwaken kikkers? Nou, dan. Hoe ademen kikkers? Nou, zo. Wat eten kikkers? Nou, dit, dit en dit. En wat is koudbloedig? Dat. En nou, waar leven kikkers? Ze leven daar. Een 10. Tim heeft een 10 voor zijn toets en is briljant en mag naar het VWO en Wikipedia toetsvragen versus de soort van vraag, wat moet er aan een kikker veranderen, wil het kunnen overleven in een woestijn? Herontwerp een kikker. Een veel spannende open einde vraag en bij die ene vraag om die te beantwoorden zijn meerdere oplossingen mogelijk. En kinderen moeten nog steeds dezelfde kenniselementen gebruiken als die je bij variant 1 ziet staan. Alleen op een hele betekenisvolle, ontwerpgerichte manier.
waarin ze ook veel meer eigenaar zijn over hun eindproduct. Nou, dat is een voorbeeld van hoe je door andere vraagstellingen kinderen in één keer vanuit een wat meer ontwerpgerichte manier aan het werk kan zetten. Wat veel meer in lijn is met wat WNT onderwijs en cultuureducatie bedoelen. Daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Nou, als je dat doet en je gaat veel meer naar die variant 2 vragen en je geeft eigenlijk weer eigenaarschap terug bij de leerling aan die verwondering vragen en dat idee, dan zie je dat die hele onderzoekscyclus eigenlijk een beetje uit elkaar valt. Het wordt geen cyclus meer, maar het wordt een soort van georganiseerde chaos waarin kinderen van een idee naar een resultaat gaan, naar een conclusie, terug naar de vraag, weer een verwondering. Het gaat knetteren in de klas of in de leeromgeving. En dit is precies hoe een Apple is georganiseerd, het bedrijf Apple of Google. Hè. Het is veel meer, de schotjes gaan tussen de fases uit. En we willen van kinderen eigenlijk, van onze jongeren, van onze studenten en van onze burgers vragen, dat ze op deze manier veel creatiever, wendbaarder zijn om tot kennis te komen. En daarin zien we dat kennis ook veel betekenisvoller wordt ontwikkeld door ze dan wanneer we heel sec van stapje naar stapje naar stapje gaan en tevreden zijn met dat ene antwoord wat eruit komt. Nee, het is juist leuk om dat te bekritiseren en te betwijfelen, want nou, er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Nou, dat soort dingen. Nou, als je dat doet, dan kan je er bijna niet aan ontsnappen dat je thematisch gaat werken. Want als kinderen eigenaarschap krijgen over hun eigen vraag en nieuwsgierigheid, dan zie je vaak dat die vragen gaan over het snijvlak van vakgebieden. Een voorbeeld uit een school, bijvoorbeeld als leerlingen hiermee aan de slag gaan, of leraren op deze manier onderwijs geven, dan zie je bijvoorbeeld dat een leerling komt met de vraag, wat is de combinatie tussen wiskunde en geschiedenis? Kan een leerling met de vraag, wie heeft eigenlijk rekenen bedacht? Interessant. Hele mooie vraag over een leerling die heel slecht was in rekenen en door die eigen vraag in één keer heel geïnteresseerd werd naar ja, hoe is rekenen eigenlijk bedacht en vervolgens de geschiedenis indook, heel veel affiniteit ontwikkelde voor rekenen en uiteindelijk aan de hele klas een werkstuk presenteerde, met rekenen aan de slag ging en in één keer werd rekenen heel betekenisvol voor die leerling. Om maar een voorbeeldje te noemen. Hè? Ik kan je voorstellen als leraar dat je op deze manier ook leerdoelen van die verschillende vakgebieden bij elkaar kan voegen tot één thematische opdracht, wat allerlei tijdwinst bij zich brengt. Ook laat je de leerling meer in de lead zijn om zijn of haar eigen nieuwsgierigheid te volgen, in plaats dat jij als leraar al van tevoren alles van tevoren hebt voorgekauwd. Hè? Dus er zitten heel veel verborgen leerdoelen, onderwijsdoelen, talentontwikkeling in dit soort van aanpakken. Nou ja, kortom, je krijgt eigenlijk meer een soort transdisciplinaire aanpak. De schotjes gaan tussen de vakgebieden weg. Kinderen gaan veel meer de realiteit zien voor wat het is. Hè. Als je buiten de schoolmuren kijkt, ja, dan zie je niet een aardrijkskundig probleem of een geschiedenisprobleem of een wiskundeprobleem. Nee, dat vermengt zich allemaal. Dat maakt de maatschappij zo complex en de samenleving. Maar misschien ook wel zo spannend. Nou, ik vind dat de klas, de schoolomgeving, de leeromgeving dat ook moet reflecteren. En kinderen vinden dat waanzinnig interessant als het veel meer gaat vermengen dan dat we dat allemaal voor ze voorkouwen. Nou, als je dat gaat doen, dan zie je ook dat de rol van de leerkracht verandert. Daarin gaat het veel meer over een klimaat scheppen in de klas waarin kinderen uitgenodigd worden om nieuwsgierig te zijn, om zelf op onderzoek uit te gaan, hun eigen vragen te volgen, om daarin ook bij hun mede-klasgenoten het te voelen dat het leuk is om te onderzoeken, met gekke vragen te komen en die te beantwoorden. Nou, en als leerkracht kun je daarin heel coachend optreden, hè, om te zorgen dat gekke vragen niet bestaan of om een voorbeeld te zijn voor je leerlingen en te laten zien hoe leuk het is om nieuwsgierig te zijn en te onderzoeken en dingen te ontwerpen. Je krijgt ook opdrachten natuurlijk die dan ook die ruimte moeten bieden voor die nieuwsgierigheid. Nou, dan heb je het over open einde opdrachten bijvoorbeeld, hè, waarin er niet maar één antwoord is waar iedereen naartoe moet werken, maar waarin iedereen zijn eigen weg een beetje kan volgen. Zelfs belangrijk, hoge orde denkvaardigheden, waarin kinderen ook echt zelf dingen mogen creëren en maken. Eigen verwondering, nieuwsgierigheid zijn sturend, vakdoorbrekend en kinderen vooral uitdagen met onbekende dingen, met complexiteit. In plaats van dat weg te houden en het ze allemaal hapklaar te geven, is het juist heel verleidelijk en uitdagend voor kinderen om misschien eerst al een beetje te snuffelen aan die complexiteit van de wereld en daarin in de diepte te gaan. Nou, als je dat allemaal samenpakt en je kijkt bijvoorbeeld naar een voorbeeld van waarin WNT-onderwijs met cultuur kan samengaan, dan kun je deze tegenstelling misschien wel gebruiken. In plaats dat je dan kinderen optrommelt, als we even muziek pakken als een onderdeel van cultuureducatie. Dit is een liedje en kun je het met me meezingen? Wat in feite een hele lagere orde automatiseringsopdracht is, zou je bijna kunnen zeggen. Kun je kinderen ook de opdracht geven? Goh, zou je een melodie kunnen ontwerpen die verdamping bijvoorbeeld het beste uitbeeldt? Het is om wat te noemen, verdamping is een heel zachtgaand proces. Dus ik kan me voorstellen dat je akoestisch een heel ander, je krijgt dan niet een harde rocknummer bijvoorbeeld. Hè? Nou, dit is een voorbeeld bijvoorbeeld waarin je kinderen
over natuurkunde laat nadenken, over muziek laat nadenken, melodieën laat bedenken, waarin heel veel hele zinnige aspecten samenkomen tot een hele betekenisvolle, ontzettend leuke opdracht voor leerlingen. Nou, om maar een voorbeeld te noemen. Andere vorm die door heel veel scholen wordt gebruikt op deze manier is om ook met verwondertafels te werken. Dus stel je voor, we kijken nu op een tafel die je midden in het klaslokaal zet of in de leeromgeving, waar dan ook. Met rondom een thema met allerlei verschillende materialen, foto's, QR-codes, muziekinstrumenten in dit geval. En je gaat met de kinderen om de tafel staan en nou, je ziet ook een paar kaartjes tussendoor met vragen, hogere orde denkvragen. En je vraagt aan leerlingen, nou stel eens op basis van deze vraagstammen die je hier ziet, dus bijvoorbeeld geloof jij dat, ... maak die vraag eens compleet met een onderwerp of met een richting die geïnspireerd is op basis van deze verwondertafel. Geloof jij dat we met muziek het afvalprobleem in de wereld kunnen verhelpen? Ik noem maar wat. Nou, en dan kunnen kinderen dus worden begeleid om met een eigen nieuwsgierigheid te beginnen binnen een thema, wat jij al een beetje hebt voorbereid aan materialen, om vervolgens met WNT en cultuur aan de slag te gaan en een klimaatlied te maken waarmee we mogelijk het afvalprobleem kunnen oplossen in plaats van alleen maar met robots. Om wat te noemen. Er komen leuke dingen uit. Kan ik je vertellen als je dat gaat doen met je leerlingen. Om maar een voorbeeld te geven. Toetsing is ook interessant. Hè? Als je op deze manier aan de slag gaat en je gaat kinderen ook bewust maken van deze talentontwikkeling. Dat je ook met een soort van portfolio kan werken. Waarin we kinderen ook als doel mee kunnen geven. Kun jij in de volgende periode bijvoorbeeld nog wat nieuwsgieriger worden? Hoe ga je dat doen dan? Zodat je nog beter en leuker kan leren in de les. Of hoe kan je zorgen dat je nog meer gemotiveerd bent om te leren wat je wil leren? Hè? Daar zijn allerlei didactieken voor, manieren voor die je als leraar kan inzetten om kinderen mee te nemen in hun eigen talentontwikkeling. En daar zelf vorm aan te geven in hun lessen. Nou, daar is om zo'n onderwijsaanpak in je school te integreren of in je leeromgeving, dat vergt natuurlijk nogal wat. Dat is ook deels waar mijn onderzoeksaffiniteit naar uitgaat. Hè. Wat is er nodig voor een organisatie, voor een school, om dit onderdeel te maken van een regulier onderwijsaanpak? Daar kunnen we dagen aan besteden. Nou, ik ben al over mijn tijd heen, zie ik. Gegeven de tijd die ik heb voor deze keynote, hou ik het eventjes heel erg kort met waarvan we in ieder geval weten vanuit onderzoek wat de kern is van schoolontwikkeling op dit gebied. Stel je wil als team of als leraar hiermee aan de slag, dan begin je bij jezelf. Misschien een beetje een cliché, maar ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Als je bijvoorbeeld nieuwsgierigheid bij leerlingen wil stimuleren, als een belangrijke kwaliteit van leren, waarin je kinderen nieuwsgierig wil maken naar de combinatie van WNT en cultuur, om maar wat te noemen, dan zul je zelf als leraar je een voorbeeldrol moeten vervullen. En in onze trajecten, onze bijscholingstrajecten, is dat ook het eerste wat we doen. We maken eigenlijk de leraar onderwerp van de training. En we gaan kijken, goh, dit verlangen we van leerlingen, dat ze nieuwsgierig zijn. Maar hoe nieuwsgierig ben ik zelf eigenlijk? Wat was de laatste verwondering die ik eigenlijk had in mijn week, afgelopen week? Vaak zie je dan dat het heel vaak stil blijft in teams tijdens dit soort bijscholingstrajecten. En daarmee heb je al meteen de kern te pakken. Ja, als wij zelf niet nieuwsgierig zijn aan onze eigen talentontwikkeling doen, hoe kunnen we dan ooit dat bewustzijn en dat enthousiasme, die moed daarvoor, broeden onder onze leerlingen? Dus het start allemaal bij jezelf. En nou, dat maakt professionalisering op dit gebied super interessant. Dat is ook iets wat ik heel graag doe, om scholen te helpen om op deze manier eigenlijk die talenten voeden, aanpak te integreren in hun bestaande praktijk. Nou, dat is in een notendop de basis voor talentontwikkeling en echt de combinatie van wetenschap en technologieonderwijs met cultuureducatie. Waarin eigenlijk de WNT als vakgebied veel meer gezien kan worden als onderzoekend en ontwerpend leren. Als een vorm van leren eigenlijk, waarin technologie en wetenschap altijd een mooie onderdeel kunnen zijn, waarin het veel meer gaat over die vorm van, die stijl van leren. Al onderzoekend, al ontwerpend leren over de wereld. En als je dat als basis neemt, ja, dan zie je overduidelijke verbindingen met cultuur, met muziek, met theater. En daarin zien we ook in onderzoek dat scholen allerlei aanknopingspunten kunnen aangrijpen om WNT, maar ook cultuur, een mooie plek te geven in het reguliere programma. Goed, ik kan me voorstellen dat je allerlei vragen hebt. In een fysieke setting hadden we nu kunnen discussiëren over van alles. Ik heb hier ook mijn e-mailadres achtergelaten. Dus mocht je vragen hebben voor me omtrent dit onderwerp, voel je vrij om me te mailen. En hopelijk tot ziens. Park Villa, dank voor deze gelegenheid. En ik hoop dat we hiermee met elkaar het onderwijs van morgen weer een stapje verder kunnen brengen. Dank jullie wel.
Hoi allemaal, welkom in de Maakplaats. De Maakplaats is dé plek voor makers en creatievelingen in de bibliotheek. In de Maakplaats organiseren we verschillende activiteiten waar we creatief aan de slag gaan. Van handvaardigheid tot 21ste eeuwse vaardigheden. Ik wil jullie een aantal dingen laten zien die we hier doen. In de Maakplaats hebben we veel verschillende materialen om mee aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan robots, Lego, een 3D-printer, greenscreens en meer. Deze materialen worden gebruikt bij verschillende activiteiten. Een van deze activiteiten is knotsgekke experimenten. Knotsgekke experimenten is een activiteit die wij maandelijks in onze maakplaatsen geven. Tijdens deze activiteit komen kinderen in aanraking met experimenteren. Robots, raketten, smurfersnot, chemische reacties en nog veel meer experimenten komen aan bod in deze maandelijkse goed bezochte activiteit. Ook organiseren wij Lego Bouwers. Tijdens Lego Bouwers gaan we aan de slag met verschillende thema's. We maken stop-motion video's, schaduwdieren, bouwen en programmeren een robot of koppelen het aan een van de overkoepelende thema's zoals de kinderboekenweek. Lego is multifunctioneel en gemakkelijk in te zetten in verschillende situaties. Daarnaast is Lego razend populair onder kinderen en gaan ze vanaf begin af aan enthousiast aan de slag. Vanaf dit jaar gaan we ons ook focussen op de vrije inloopmiddag. Kinderen kunnen langskomen in de maakplaats en zelf beslissen met welke materialen zij aan de slag gaan. Dit kan Lego zijn, maar ook iets anders. Bijvoorbeeld de VR-bril. Een VR-bril kan breed ingezet worden. Van het ontdekken van middeleeuwse steden tot het ontwerpen van je eigen 3D-model. Op de vrije inloopmiddag ligt de focus altijd op het creëren van iets. Tijdens dit creatieve proces leren kinderen nieuwe vaardigheden. Oftewel, ze leren door te maken. Wij stimuleren kinderen om ook thuis aan de slag te gaan. Dit doen we door middel van ons doelboek. In het doelboek staan verschillende doelopdrachten die kinderen thuis kunnen doen. Van het ontwerpen van een familiewapen tot het maken van een waterfilter. Verschillende thema's als erfgoed, duurzaamheid, taal en muziek komen voorbij. Ook verwijzen we de kinderen door naar leuke YouTube tutorials. Wil jij dat de kinderen uit jouw klas ook aan de slag gaan met het doelboek? We hebben er genoeg. Je kunt ze ophalen in de bibliotheek in het centrum van Alphen. Naast het doelboek hebben wij ook nog leuke thuischallenges voor kinderen. We hebben de Lego Bouwers Challenge en knotsgekke thuisexperimenten. We maken korte video's waarin kinderen worden uitgedaagd om een experiment te doen of een Lego bouwwerk te maken. Deze video's zijn te kijken op ons YouTube kanaal en ook te gebruiken in de klas. Hopelijk heeft deze korte rondleiding je enthousiasmeerd om ook een keertje langs te komen in de maakplaats. Je leerlingen zijn natuurlijk ook altijd welkom om deel te nemen aan een van de activiteiten van de maakplaats. Ze kunnen zich inschrijven via www.bibliotheekrijnenvenen.nl. Ik hoop jullie snel te zien. Doei doei! Hallo allemaal, mijn naam is Denise Bontje en ik ben gevraagd een keynote te verzorgen over media en jonge kinderen. We hebben 20 minuten de tijd, dus we gaan snel van start. Ik ga even een presentatie met jullie delen. Het gaat dus over media en jonge kinderen en ik neem jullie gewoon graag mee in die wereld vol media. En het doel van deze presentatie is vooral inspiratie bieden om even bewust aan de slag te gaan met media op de groep in de onderbouw. Nou, laat ik jullie eerst eens even meenemen in die wereld van het jonge kind. Want hoewel we graag willen dat kinderen lekker buiten spelen en zich ontwikkelen door middel van spel en met elkaar, ja, is het gewoon duidelijk dat kinderen op steeds jongere leeftijd in aanraking komen met schermen. En uit het jaarlijks Inemine Media onderzoek uitgevoerd door het netwerk Mediawijsheid blijkt dat kinderen ook steeds langer media gebruiken en meer langer achter het scherm zitten. En dit kan een reden zijn voor jou als leerkracht om te zeggen, kijk, ik zorg ervoor dat die schermen nog even buiten de deur blijven. Ze gebruiken die media tenminste thuis al zoveel. Maar dan gaan we wel voorbij aan het volgende. Kinderen hebben namelijk wel recht op verhalen. En verhalen komen nou eenmaal in verschillende vormen. En niet ieder kind komt met elke vorm evenveel in aanraking. En het is aan jou om ervoor te zorgen dat elk kind dezelfde kansen krijgt en met dus de verschillende media die er zijn in aanraking komen. Mits ze natuurlijk aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Maar hoe doe je dat dan?
daar heb je mogelijk wel wat vragen over. Nou, de uitdaging zit er maar in om ervoor te zorgen dat er een rijk aanbod is aan verhalen en die verhalen af te wisselen. En dat betekent eigenlijk heel concreet, lees voor, kijk, luister, speel en doe vooral. Ga vooral veel met die kinderen doen naar aanleiding van de verhalen die je hebt aangeboden. En doe het dan ook op een speelse manier. Het is niet de bedoeling dat je allerlei lesjes gaat doen om ze mediawijs te krijgen of om allerlei, om ze digitaal geletterd te maken. Het gaat er vooral om dat je de wereld waarin zij opgroeien erkent en ze in ieder geval laat ruiken en proeven aan al die vormen van media die er zijn. Dat je media gaat gebruiken, maar ze wellicht ook wat media laat produceren. En dat kan dus op speelse wijze. Ga gewoon met ze op ontdekkingstocht. Maar ik heb wel een paar tips voor je. Laten we ze even doorgaan. Want hoe zorg ik nou voor een rijk aanbod aan media? Daar moet je wel wat voor doen. Je zult echt op zoek moeten gaan naar media die aansluiten bij de interesse van kinderen. Die ook aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen. Maar die ook aansluiten bij de thema's waar jij op dat moment mee aan de slag bent gegaan. En geloof me, dat kost nogal wat werk. Maar ik geef je wat tips en informatie om in ieder geval daar even goed mee aan de slag te gaan. Laat ik even beginnen bij het voorlezen. We weten allemaal dat voorlezen enorm belangrijk is. Jij legt, zeker in die onderbouw, een basis voor dat werken aan geletterdheid. En dat begint gewoon met voorlezen. Maar daarnaast gaat het natuurlijk om samenlezen en uiteindelijk zelf lezen. Dus zorg ervoor dat je die boekjes overal op de groep hebt liggen. Maar ik heb ook een paar concrete tips voor je. Kies bewust voor een prentenboek dat je herhaald voorleest. En zorg daarnaast ook voor andere prentenboeken op de groep die aansluiten bij het thema wat centraal staat. Dat zorgt ervoor dat kinderen bepaalde woorden ook in andere verhalen weer tegen gaat komen. En dat is weer goed voor de woordenschat. Praat ook vooral over en naar aanleiding van het verhaal. We weten allemaal dat het belangrijk is, maar doe het dan ook gewoon. Zorg ervoor dat kinderen uitgedaagd worden om zelf ook te praten over het verhaal, maar misschien ook over eigen ervaringen. En daarom zijn die vragen naar aanleiding van het verhaal heel belangrijk. Lok daarnaast ook heel veel spel uit door materialen op de groep te halen en neer te leggen, die passen bij het verhaal. En dan hoef je echt niet te zeggen, zo, nu gaan we even het verhaal naspelen. Nee, simpelweg het aanbieden van verschillend materiaal, het ergens gewoon neerleggen, kan ervoor zorgen dat kinderen ineens denken, oh, wacht, dat gebeurde ook in dat verhaal. En up, ze gaan ermee spelen. Het is vooral interessant om te zien wat ze met die materialen gaan doen en of ze misschien een stuk van zo'n verhaal na gaan spelen. Opletten dus. Herhaling is belangrijk en dat doe je natuurlijk door gewoon een prentenboek herhaald voor te lezen. Maar daarnaast zijn er ook nog wel andere manieren om verhalen opnieuw en opnieuw en opnieuw aan te bieden. En een van die vormen wil ik hier graag uitlichten. Dat zijn de geanimeerde prentenboeken van Beren Slim. Dat zijn animaties van bestaande prentenboeken. En juist die animaties zorgen ervoor dat de woordenschat wordt vergroot. Maar dat ook het verhaalbegrip veel duidelijker wordt. Kinderen zullen het verhaal echt beter gaan begrijpen op het moment dat ze dat verhaal vaker hebben gehoord. En dat komt onder andere door de verschillende animaties die erin zitten. Precies voldoende. Maar ook door cameravoering, herhaling, etc. Een hele goede om daar eens dieper op in te gaan dus. En bekijk nou eens zo'n geanimeerd prentenboek via je lidmaatschap van de BIEB. Nou, ook de voorleeshoek is een mooi middel om verhalen nog eens een keer te horen. Alleen daar zitten geen animaties in, maar wordt het verhaal gewoon echt voorgelezen door een volwassene en je ziet de platen op beeld. Je hoeft dat niet op de groep te gebruiken, maar je kunt het zeker als tip meegeven. Ben jij een bepaald prentenboek aan het voorlezen? Kijk dan zeker of het ook wordt voorgelezen in de voorleeshoek. En geef het dan mee als tip aan ouders. Dan hoeven ze het boek niet zelf in huis te hebben, maar kunnen ze wel samen nog eens van het verhaal genieten.
Als we het hebben over kijken, dan denk je misschien bij media al direct aan een film of een televisieprogramma wat je zou kunnen bekijken. Maar zoals ik net al zei, ook die geanimeerde prentenboeken zijn een optie om vooral met kinderen naar te gaan kijken. Maar daarnaast gaat het natuurlijk ook om het kijken in de wereld om hun heen. Dus ga naar buiten, loop door dat dorp of door de straat waar je woont, waar de school staat. En laat kinderen ook vooral met eigen ogen kijken en zien wat er allemaal te zien valt. Maar ook bij het kijken met gebruik van media, dus juist ook met die filmpjes en die televisieprogramma's, heb ik nog wat tips voor je. Een filmpje dat zorgt ervoor dat je de wereld even naar binnen haalt. Dus op het moment dat jij even geen ijsbeer bij de hand hebt, is het heel handig om juist een filmpje te gebruiken om die ijsbeer echt even tot leven te laten komen. Dus gebruik die filmpjes om even die wereld naar binnen te halen. Maar een kind leert natuurlijk het meest door eigen ervaringen. Dus heb je het over de kinderboerderij en zit de kinderboerderij vlak om de hoek, dan ga je natuurlijk gewoon naar die kinderboerderij om even met eigen ogen te zien of er een nieuw geitje geboren is. Bedenk daarnaast ook dat als je een filmpje of een televisieprogramma gebruikt, waarom je dat wil gebruiken. Wil je het vooral doen om een nieuw thema te introduceren? Of wil je vooral kinderen laten nadenken over een probleem? Je doel bepaalt vaak welk fragment je kiest uit een programma en of je een heel programma kiest of dus alleen maar zo'n stukje van een fragment. Dus denk daar even goed over na en kies ook heel bewust. En ja, liever een fragment dan het hele programma, want het scheelt je enorm in de tijd. Praat ook vooral, en dat geldt net als bij het prentenboek, praat ook gewoon vooral over wat je met de kinderen ziet. En vraag ook weer naar die eigen ervaringen. Dus praat over en naar aanleiding van die verhalen. En geef ook ruimte voor eigen ervaringen. Heb je een aflevering van Hula Hoop bekeken, dan weet je dat er altijd een probleem aan de orde komt. En de kinderen in het programma denken na over dat probleem. Hartstikke leuk dus om samen met je kinderen op jouw groep ook na te denken over dat probleem. En als ze de kinderen het hebben zien oplossen, is het dan niet tijd om het zelf ook eens te gaan proberen? Ik zou zeggen, doen. Wat betreft het luisteren, ja, ik vind, als je de ogen de kost geeft, moet je ook die oren de kost kunnen geven. Dus ga alsjeblieft luisteren. En gebruik muziek of geluiden om ook weer dat thema verder aan te sterken. En om ervoor te zorgen dat kinderen even op een andere manier uitgedaagd worden. En ook daarbij zijn er wel weer een paar tips die ik je wil geven. Want denk bewust na wanneer je wat inzet. He, wil je vooral muziek om ze te laten bewegen? Kies dan wat drukke muziek of echt dansmuziek. En daar hoef je echt geen teksten bij te gebruiken. Maar wil je vooral muziek gebruiken om de woordenschat van kinderen te vergroten en ze lekker uit te lokken om mee te zingen, ja, dus te praten, dan is het juist weer goed om liedjes te gebruiken met een tekst. En daarbij kun je dus enerzijds luisteren naar het liedje waarin het gezongen wordt, en de andere keer zing je het zelf en vraag je of de kinderen willen meezingen. En daarnaast zijn er natuurlijk ook allerlei muziekjes waar kinderen wat rustiger van worden. Of muziekjes die juist een bepaalde handeling kenmerken. Opruimen, opruimen, 1 en 2, opruimen, opruimen, doe maar mee. Oké, ik zing misschien niet heel erg goed, maar jij weet wel wat we nu moeten gaan doen. Goed. Tot slot, vergeet de geluiden van de straat en de omgeving niet. Ik denk dat het hartstikke goed is om naar elkaar te luisteren, maar ook eens even stil te staan bij alles wat je hoort om je heen. Het spelen, daar zitten verschillende kanten aan. En spelen, dat doen kinderen van nature. Dat is het mooie en maak daar gebruik van. Want juist door te spelen kan een kind allerlei informatie verwerken. En het is dus heel zinvol voor jou als leerkracht om te zien wat doen ze eigenlijk met al die verhalen. Maar daarnaast kun je natuurlijk ook wel het spel wat verrijken en misschien andere vormen van spel eraan toevoegen. Ik geef je wat tips. Zorg ervoor dat er ruimte is. En dat bedoel ik vooral letterlijke ruimte, maar ook figuurlijke ruimte. Tijd
om in ieder geval tot spel te komen. En om de verhalen die ze hebben gehoord of gezien ook nog echt eens na te gaan spelen. En kijk ook wat ze daar dan voor nodig hebben. Bespreek dat ook met ze. Kun je iets gebruiken? Wat hebben we nodig? Moeten we iets gaan maken? Verrijk het spel dan ook met nieuwe materialen en kijk wat kinderen opnieuw daarmee moeten gaan doen. Of geef input door weer nieuwe verhalen toe te voegen. Kijk in ieder geval wat kinderen daarmee doen. En wil je nou met een scherm aan de slag, dan zijn er verschillende apps die je soms bij een thema kunt inzetten. Maar wees kritisch. Kijk goed wat de app nou eigenlijk inhoudt en wat er van de kinderen wordt verwacht. Sluit het aan bij, bij het ontwikkelingsniveau van de kleuters op jouw groep. En sluit het ook aan bij het thema waar je mee bezig bent. Dan is het een handig iets om kinderen daarmee te laten spelen. Maar dan hoef je het spel niet uit te leggen aan de kinderen. Verwijs ze naar het spel, zit ernaast en laat hen in ieder geval even bekijken hoe ze dat spel moeten gaan spelen. Kinderen leren zo eigenlijk aldoende om te gaan met die nieuwe media, met zo'n scherm. En het is ook een te respecteren van hun autonomie. Jij zit ernaast om ze in ieder geval wel te begeleiden, waar dat nodig is. Alleen jij zorgt er wel voor dat je dat spel uiteindelijk niet overneemt. Verwoord wel de handelingen of geef af en toe suggestie om ze net weer een stapje verder te brengen. En vergeet ook hier dat gesprek niet. Want als we het hebben over taalontwikkeling en taalstimulering, dan kan dat dus ook op het moment dat je juist met kinderen aan het spelen bent. Of dat nou met of zonder scherm is, binnen of buiten. Grijp je kans en voer dat gesprek. Het doen heb ik al vaker genoemd. Naast het voorlezen, kijken, luisteren en spelen is het doen enorm belangrijk. Het zorgt voor een hele bulk aan eigen ervaringen. En het kan van alles zijn. Ontdekken, schilderen, plakken, maken, fotograferen, fietsen. Ga zo maar door. Ik geef je een paar tips om daarmee aan de gang te gaan. Focus bij het doen niet op het eindresultaat, maar focus vooral op het proces. Het gaat om die ervaringen. En dus ook een ervaring waar alles lekker helemaal fout gaat. Begeleid waar nodig. Praat met de kinderen over wat ze doen en verwoord ook wat ze doen. Daag ze uit. Wat zou er gebeuren als... Kijk gewoon eens wat ze doen op het moment dat je zulke opmerkingen gaat maken. Ik zou zeggen, kijk wat er mogelijk is. Geef ze ruimte om ook allerlei ontdekkingen te doen, om dingen te experimenteren. Zolang het in ieder geval een link heeft met het thema waar je mee bezig bent en met de verhalen die je ze hebt aangeboden, zorg je ervoor dat allerlei woorden en allerlei informatie uit die verhalen in ieder geval nog eens extra verankerd worden, omdat ze er zelf mee aan de slag kunnen. En nog een kleine tip die er niet bij staat, maar denk niet te klein. Een autootje is leuk om te maken bijvoorbeeld, als je denkt aan een prentenboek als Vos gaat een stukje rijden, of een monster bij Maar eerst ving ik een monster. Maar denk vooral af en toe een beetje groot. Laat ze gewoon een hele grote wagen maken waarin ze verder nog kunnen spelen. Het zorgt voor een hele andere aanpak. Het zorgt er ook voor dat kinderen moeten samenwerken met elkaar. Kinderen moeten overleggen, nadenken over hoe het er nou precies uitziet op zo'n groot ding. En dat zijn dus allerlei 21ste eeuwse vaardigheden die heel belangrijk zijn. Dus ook dan ben je met het doen bezig met allerlei ontwikkelingsgebieden van deze kinderen. Dat is een mooie aanrader. En nu dan? Ja, het is eigenlijk aan jou. Het is belangrijk dat je je rol pakt en zorgt voor de begeleiding die de kinderen op jouw groep nodig hebben. Het ene kind heeft meer begeleiding nodig dan het andere. Het belangrijkste is vooral dat je kijkt naar de kinderen bij jou op de groep. En dat je vooral nadenkt over de volgende vraag. Hoe wil ik dat mijn kleuters met media leren omgaan? Het antwoord op deze vraag geef jij zelf. En het antwoord op deze vraag legt ook de basis voor de manier waarop jij media gaat inzetten op jouw groep. Want dat is namelijk precies de manier waarop je zou willen dat die kleuters met media leren omgaan. Heb het erover
met collega's en kijk ook of wat de mogelijkheden zijn binnen jullie pedagogisch beleid, binnen jullie afspraken en de visie van het onderwijs. En ga dan aan de slag. Geef kinderen en ouders het goede voorbeeld. Het voorbeeld dat je wilt geven. Het voorbeeld waar je denkt, ja, op deze manier zouden ze eigenlijk met media om moeten gaan. Analoog of digitaal. En creëer dan ook een basis om te kunnen werken aan die digitale geletterdheid. Kijk, jullie werken al aan geletterdheid, hè? Juist door het voorlezen van prentenboeken, hè, en kinderen in aanraking te laten komen met allerlei letters. Dus dat is al een hele belangrijke. Maar weet dat je ook met allerlei andere activiteiten die jij op je groep nu al doet, dus het maken van puzzels bijvoorbeeld, ofwel het werken met de Bibel, dat je daarmee allerlei activiteiten op gang brengt, of ontwikkelingen op gang brengt bij het kind, waarmee je een basis legt om te werken aan digitale geletterdheid. Dus dat is ook een hele mooie. En als laatste zou ik willen zeggen, gebruik media vooral ook als middel om kleuters te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Vergeet niet, dat is uiteindelijk nog het allerbelangrijkste. Je legt een basis voor de rest van hun leven. En gebruik media dan eens als middel. En het boek, dat doen jullie al vaker. Maar kijk ook eens wat die andere media je kunnen bieden. En bedenk ook, niet alleen kun je media consumeren, maar denk ook eens aan het produceren. En ja, dan is het makkelijker gezegd dan gedaan, want het is nogal wat werk om allerlei media bij elkaar te gaan zoeken rondom een thema. Dus wij dachten ook, hoe kunnen we jullie daar een beetje bij gaan helpen? Nou, ik wijs je even op het volgende. Eind maart beginnen de Media Ukkie-dagen weer. Een week met aandacht voor media en jonge kinderen. Een week met aandacht voor ook het belang van mediaopvoeding en bewust mediagebruik. Even kijken of je ze een stapje verder kunt brengen. En tijdens die MUT, of voor die MUT, hebben wij een wegwijzer ontwikkeld. Vol met verhalen voor kleuters die aansluiten op het thema. En het is allemaal rond het thema Kijk hoe ik groei. De wegwijzer die komt online eind februari, als ik me niet vergis. Dus kijk dan zeker even op www.mediaukkiedagen.nl of op www.mediasmarties.nl. Download de wegwijzer en ga gewoon eens samen met de kleuters in je groep op ontdekkingstocht. En kijk hoe ik groei. Kijk hoe zij groeien. In ieder geval allemaal verhalen om te lezen, kijken, luisteren, spelen en doen. En een laatste ding wat ik je heel graag zou willen meegeven. Werk samen met ouders. Inspireer ze. Laat zien wat jij met de kinderen doet. En geef ook mediatips voor thuis mee. Je hoeft niet alles op een scherm op de groep te gebruiken. Je kunt ook zelf een hele bewuste keuze maken. Dit doe ik hier en het andere laat ik de ouders thuis doen. Maar geef ze dan ook wat concrete tips mee. Zodat je wel een brug slaat. En kinderen in ieder geval een aantal extra middelen meegeeft. Denk aan herhaling, extra aanbod of verhalen in de eigen taal. En als het goed is, gaan jullie zeker ook wel aan de slag met de Nationale Voorleesdagen. En het prentenboek van het jaar is Maar eerst ving ik een monster. En het leuke is dat dit prentenboek in maar liefst 35 talen en dialecten is vertaald en wordt voorgelezen. En je kunt het beluisteren op de website www.prentenboekeninalletalen.nl. Dus kijk zeker of je dit als tip mee naar huis kunt geven. Zeker als je kinderen op de groep hebt die thuis een andere taal of een dialect spreken. En waarvan je weet dat die ouders het fijn vinden om het ook in eigen taal nog eens te horen. De 20 minuten zijn alweer voorbij. Ik zou zeggen, wil je nou meer inspiratie? Volg ons dan zeker op social media, op Facebook of op Instagram, het Media Smarties. En heb je nou een hele concrete vraag naar aanleiding van deze keynote? Ja, neem dan gewoon contact op via mail info@mediasmarties.nl. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aandacht en wens jullie heel veel succes en veel plezier op jullie ontdekkingstocht. Dag!
Vanuit de Bibliotheek Rijnevenen bieden we lessen aan op het gebied van leesbevordering, maar we geven bijvoorbeeld ook medialessen aan kinderen. Vanaf het schooljaar 2022-23 gaan we ook aan de slag met de docenten van het basisonderwijs om workshops te geven om jullie te leren om om te gaan met media, wetenschap en creativiteit binnen de lessen. Binnen deze workshops geven we jullie handvatten om hiermee zelf aan de slag te gaan. Daarbij komen onderwerpen aan bod zoals programmeren, audiovisuele middelen, mediawijsheid en Lego. De workshops zijn bedoeld als inspiratie, zodat je zelf geïnspireerd wordt om zelf de lessen te ontwikkelen. Maar ook om zelf kennis te maken met verschillende materialen. En alvast te starten met het ontwikkelen van de daadwerkelijke lessen. Vanuit de bibliotheek is er uiteraard veel aandacht voor boeken en voor leesbevordering. Wat ons betreft is media een perfect middel om in te zetten om, om deze lessen te verrijken. Een boek spreekt bijvoorbeeld meer tot de verbeelding als een leerling via een greenscreen het verhaal in kan stappen. En een boekbespreking wordt een grotere uitdaging wanneer een leerling daar een vlog over moet maken. En Lego zetten we bijvoorbeeld in om de creativiteit van leerlingen te bevorderen door ze bijvoorbeeld een verhaal af te laten maken. De media die we inzetten moeten niet het doel op zich zijn. En dat is wel iets waar we de nadruk graag op willen leggen. De media zijn namelijk een middel om iets te bereiken. En dat middel, dat is het ontwikkelen van vaardigheden bij de leerlingen. De media die we inzetten zijn een manier om de les te verrijken. En daarmee willen we jullie helpen om een stap te maken om de 21e eeuwse vaardigheden verder in te zetten in het onderwijs. Alle lessen en workshops die we bieden, die zijn geschikt voor alle leerlingen van het basisonderwijs. Dus gewoon groep 1 tot en met 8. En het is belangrijk om te weten dat je geen voorkennis nodig hebt om deze workshops te volgen. Dus zelfs als je zelf niks weet over programmeren of over scheikunde, dan kun je alsnog meedoen met onze workshops. Alle lessen en workshops die we gaan ontwikkelen, die kunnen ook gekoppeld worden aan verschillende thema's. Dingen zoals duurzaamheid, natuur, milieu, wetenschap, techniek. Maar uiteraard gaan we ook kijken naar welke thema's er op school spelen en hoe je die kunt koppelen aan de verschillende medialessen. Een van de thema's die we gaan behandelen in de workshops voor docenten is het thema programmeren. Nou, dit is een thema dat vaak ingewikkeld klinkt, maar wat helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Reden voor dit thema is waarschijnlijk bij een hoop docenten wel duidelijk. Leerlingen groeien op in een wereld waarin huishoudelijke apparaten slim zijn en waarin auto's zelfrijdend zijn. Dus leerlingen zien constant apparaten om zich heen die gebaseerd zijn op computers en geprogrammeerde machines. Wat we willen doen is leerlingen voorbereiden op een wereld waarin ze deze apparaten ook daadwerkelijk gaan snappen. Een voorbereiding op een baan in de techniek is natuurlijk een mooie bijkomstigheid voor leerlingen, maar dat is niet het enige waar we ons op willen richten. We willen namelijk vooral dat leerlingen bepaalde vaardigheden ontwikkelen en dat ze begrijpen hoe machines in elkaar zitten, zonder dat ze meteen een ingewikkelde taal gaan leren. En dat is dus voor jullie als docenten ook belangrijk. Tijdens deze workshops gaan we niet diep in op het leren van de programmeertaal, maar gaan we meer in op het aanleren van logica, van kritisch denken, van probleemoplossend werken. Het leren programmeren is een oefening van de hersenen, net zoals dat bijvoorbeeld een wiskundeles dat is, of het aanleren van een nieuwe taal. En daar ligt gewoon ook de focus op tijdens de workshops. We gaan in op de manier waarop we deze vaardigheden gaan aanleren. En dat kan via een beeldscherm, want dat is natuurlijk de meest logische manier om te leren programmeren via een smartphone of een iPad. Maar we gaan deze workshops ook kijken naar manieren om dat beeldscherm juist niet in te zetten. Er bestaan verschillende manieren om te leren programmeren zonder beeldscherm. Er bestaan zelfs bordspellen om de logica van programmeren te leren. Maar we zullen ook tijdens de workshops gaan kijken naar verschillende robots die je kunt inzetten. Ook deze workshops zijn geschikt voor alle leeftijden van het basisonderwijs, van groep 1 tot en met 8. En voor al die verschillende leeftijden zijn ook weer verschillende middelen verkrijgbaar om die programmeertalen te leren. Dus programmeren kun je zelfs met de kleuters, maar kun je ook heel uitdagend maken voor een groep 8.
Binnen de bibliotheek hebben we verschillende middelen op voorraad die we kunnen gaan inzetten. Misschien ben je wel bekend met de bierbot, die je bijvoorbeeld bij de lagere klassen kunt inzetten. Een hoop scholen hebben deze al op voorraad. Maar we gaan bijvoorbeeld ook aan de slag met Lego-robots, waarbij ze eerst creatief aan de slag gaan door de robots te gaan bouwen. En later deze robots gaan programmeren via een app op een tablet. Als docent weet je als geen ander welke rol beeldschermen tegenwoordig in het leven van kinderen speelt. Waarschijnlijk zie je kinderen iedere dag naar school komen met een smartphone in de hand. En natuurlijk zijn ze ook heel erg bekend met een iPad. Veel kinderen doen niet liever dan filmpjes maken. Dus wat is er nou beter dan deze audiovisuele middelen inzetten binnen het onderwijs? Vanuit de bibliotheek organiseren we lessen leesbevordering. En tijdens deze workshop willen we graag audiovisuele middelen koppelen aan deze leesbevordering. Zo kunnen we bijvoorbeeld gaan kijken naar hoe je boeken en lezen aantrekkelijker kunt maken door audiovisuele middelen. We zetten daarmee beeld en geluid in, zodat je lessen kunt creëren waarbij leerlingen bijvoorbeeld een boekpresentatie maken, een stripverhaal gaan creëren of zelf in een boek gaan stappen. Deze lessen zijn allemaal geschikt voor alle leeftijden. We gaan verschillende middelen gebruiken tijdens deze workshop. Maar het mooie van audiovisueel is dat je eigenlijk maar heel weinig nodig hebt. Iedereen heeft tegenwoordig wel een smartphone of een iPad op voorraad. Dus die heb je altijd bij de hand en kun je altijd inzetten. En ingewikkelde techniek om iets op te nemen is een mogelijkheid. Maar het mooie voor scholen is dat je eigenlijk niks hoeft aan te schaffen om toch deze lessen te kunnen geven. Tijdens deze workshop gaan we kijken hoe we lessen kunnen maken waarbij we verschillende 21ste eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen bij leerlingen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan samenwerken, wat een hele belangrijke is. Efficiënt communiceren, dat is een goede. Maar ook gewoon creatief denken en zelfregulering. Een van de middelen die we gaan inzetten is het greenscreen. Het leuke van het greenscreen is dat je ervoor kunt zorgen dat leerlingen altijd in een andere wereld kunnen stappen. Dus of je nou iets gaat doen met een boek en leesbevordering of dat je deze audiovisuele middelen wilt inzetten in een andere les, een greenscreen is altijd een geschikt middel. Tijdens de workshops kun je namelijk zelf ook aan de slag hiermee. Dus als je er nog niet bekend mee bent, krijg je de mogelijkheid om alle materialen zelf nog even uit te proberen. Mediawijsheid is ook een van de onderwerpen voor de workshops. En wat ons betreft wordt mediawijsheid een vast onderdeel in het curriculum. Dit is ook een onderwerp wat we dus belangrijk vinden en wat we bijna zelfsprekend vinden. Leerlingen groeien op in een wereld waarbij ze constant digitale informatie toegezonden krijgen via een smartphone, maar ook thuis. En hoewel we vaak denken dat leerlingen heel goed kunnen omgaan met al die digitale informatie, is het vaak niet meer dan knoppenwijsheid. Ze weten hoe een smartphone aan moet, ze weten hoe de camera aan moet, ze weten hoe ze een YouTube-video moeten opzoeken. Maar waar het echt om gaat, is snappen ze wat ze zien en snappen ze wat ze online posten. En dat is een belangrijk onderwerp binnen deze workshop. We gaan kijken naar hoe we lessen kunnen maken waarbij we leerlingen meer informatievaardigheden gaan geven. Daarbij is het dus belangrijk dat we leerlingen kritisch leren denken en efficiënt leren communiceren. Dat ze weten hoe ze informatie moeten herkennen online, maar ook dat ze bewust zijn van wat ze online gaan zetten. Een aantal van die onderwerpen die ter sprake komen zijn bijvoorbeeld nepnieuws. Kinderen weten vaak niet het verschil tussen gewone informatie, echte betrouwbare informatie en een advertentie. Terwijl ze constant overspoeld worden met reclames en advertenties. Je hoeft alleen maar YouTube aan te zetten en ze zien de ene na de andere reclame voorbij komen. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen weten welke informatie betrouwbaar is en welke informatie niet. Welke nieuwssite is betrouwbaar, welk nieuwsbericht, wat is nepnieuws en hoe kun je dat herkennen. Uiteraard komt social media aan bod, want het wordt steeds belangrijker om kinderen aan te leren kritisch te zijn op wat ze online zetten. Dat ze snappen dat iets wat online staat ook daadwerkelijk door iedereen gezien kan worden.
Nou, al deze onderwerpen komen aan bod en we gaan kijken hoe we deze soms wat saaie informatie toch interessant kunnen maken voor leerlingen. En hoe je dus op speelse wijze een leuke les ontwikkelt waarbij ze toch heel bewust worden van hoe die informatievaardigheden werken en hoe al die informatie tot ze komt en hoe ze dat allemaal zelf online gaan zetten. Lego is een fantastisch middel om in te zetten binnen het onderwijs. Natuurlijk is het leuk. Zodra je de klas inkomt met een bak Lego, is er meteen enthousiast gejuich. Maar het doet natuurlijk veel meer. Lego stimuleert creativiteit en je kunt de lessen echt op ontzettend leuke en originele manieren mee verrijken. Tijdens de workshop Lego, dus voor docenten in het basisonderwijs, gaan we verschillende manieren bekijken hoe Lego jullie lessen kan verrijken en hoe je verschillende vaardigheden kunt ontwikkelen. De basis van Lego zijn natuurlijk de stenen. En als je die stenen alleen op voorraad hebt, wat vaak het geval is op scholen, kun je al beginnen met verschillende Lego-lessen. Je kunt Lego koppelen aan leesbevordering, door ze bijvoorbeeld een verhaal te laten afmaken met Lego. Maar je kunt ook stripverhalen maken met Lego of een Lego-video met ze gaan maken. Nou, dit zijn manieren om lessen te ontwikkelen die je niet eenmalig hoeft in te zetten, maar die je gewoon kunt blijven gebruiken het hele jaar door. Daarnaast gaan we ook kijken hoe Lego ingezet kan worden in combinatie bijvoorbeeld met programmeren en computervaardigheden. In de bibliotheek hebben we verschillende robots op voorraad, zoals de Lego WeDo en de Lego Mindstorms. En die kunnen jullie ook zelf gaan uitproberen en gaan kijken of dit iets is om bij jouw school te gaan inzetten. Deze Lego robotjes bouw je en programmeer je daarna via een app. Tijdens de les is het dus belangrijk dat we gaan kijken dat Lego niet alleen leuk speelgoed is, maar dat het ook een hele goede manier is om in te zetten binnen de lessen. We hanteren echt een hands-on benadering. Dus het is belangrijk dat je zelf lekker aan de slag gaat, creatief bezig gaat en gaat kijken wat nou echt die mogelijkheden zijn van die Lego. En dat het niet zomaar als gadget ingezet kan worden, maar dat je ook verschillende vaardigheden kan gaan ontwikkelen. Waarbij we nadruk leggen bijvoorbeeld op creatief denken, maar ook samenwerken. De workshop startte in het najaar van 2022 en de inschrijving is inmiddels geopend. Inschrijven kan via de website. We zijn inmiddels alweer aangekomen bij het einde van onze webinar. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de keynote van Tim Post en Denise Bontje. We willen hun beiden echt ontzettend bedanken voor hun inspirerende presentaties. En ik hoop natuurlijk dat jullie als docent nu ook geïnspireerd zijn om aan de slag te gaan met maakonderwijs en met media binnen jullie lessen. Want we vinden het natuurlijk ontzettend belangrijk dat kinderen hier bewust van worden en dat jullie mooie lessen gaan creëren waarmee je als docent en met de leerlingen mee aan de slag kunt. Ik hoop ook dat het aanbod jullie geïnspireerd heeft om jullie in te schrijven voor de workshops. Starten dus najaar 2022. Inschrijving is inmiddels geopend. Dus als je interesse hebt, ga naar onze website, schrijf je in. En dan zien we je graag in het najaar van 2022.